volgende week maar eens gaan vissen. Nou, er zijn er een stuk of 6, 7 bij elkaar. En mooie vissen. De karper is op veel plaatsen al aan het paaien, dus daar laat ik ze voorlopig even met rust. Ik vis vandaag op een wetering, waarvan ik hoop dat de karper er langs zwemt, onderweg naar paaisloten verderop in de polder. En op de terugweg natuurlijk. De tijd zal het leren of het zo werkt. Het is even wat geknipt, maar dan heb je ook wat. En nu maar hopen dat mijn stek gerespecteerd wordt. Het pinvissen in april was geen succes. In mei ga ik verder met statisch vissen. Gewoon met productieboilies. Dit is een Robin Red met knoflooksmaak. Op één hengel ga ik een snowman vissen. Aan een combilink. Op de andere hengel komt een simpele rig met daaraan dezelfde boilie, 20 mm, die 3 dagen gesookt is in procalviet. Nog even het vastloodsysteempje en de rigs naast elkaar. Simpel en effectief, zoals je kunt zien, want er is hier geen sprake van dressuur. Ik ben vroeg opgestaan vanochtend. Het is niet voor niks geweest. Gelukkig maar. Nieuwe stek. Eerste week mei is het. Kwart over 7 ongeveer, denk ik. En leuk altijd, nieuwe stek. Ik hou van verrassingen. Ik heb geen idee van de visstand hier. Dus nou ja, goed begin zullen we maar zeggen. De eerste van het seizoen. Thank you.